Lieve mensen, mijn naam is Arnoud Kuipers. Ik ben docent Nederlands en ik maak YouTube-video's. Ik ben een YouTube-docent. Vandaag hebben we een speciale opname, namelijk met de minister van Onderwijs, minister Wiersma. Wij gaan het hebben vandaag over eindexamens. Want eindexamens komen er binnenkort aan. Heel veel leerlingen zitten in de stress, want ze denken dit is het moment. En we gaan elkaar een paar vragen stellen om zijn beurt over de eindexamens. Waarom heb je daarvoor gekozen om online ook video's te geven? Want lesgeven zou ik zeggen is al druk genoeg. Ja. Dus je doet dat ook nog online. Oké, nou ik ben video's gaan maken online om mijn leerlingen nog meer te helpen. En dat had met de eindexamens te maken. Oh ja. Dus ik zei tegen mijn leerlingen, in de meivakantie mag je alles doen, maar je gaat één keer een examen maken. En dit is een video van mij, die ga je bekijken. Dan leg ik uit wat goed of fout is. En dan ben je in ieder geval voorbereid. Maar kunt u het dus even nog goed herinneren, zeg maar, die examenperiode dat je daar zit en examen maakt? Het kan van alles misgaan en dan nog kan je examen halen. Ja. En dat zag ik toen op de MAVO en daarna op de HAVO heb ik dat ook wel gerealiseerd. Je moet er gewoon zelf wel een beetje ontspannen bij. Ja, zelfvertrouwen. Ja. Okay. Vorig jaar hebben we leren voor het examen.nl gelanceerd. Ja. En jij staat als YouTube-docent ook op die website. Mm-hmm. En mijn vraag is, hoe kan de website nou eindexamenleerlingen, maar ook docenten, komende weken extra goed helpen met hun voorbereiding? Nou ja, die website is gewoon, het is een hele fijne en overzichtelijke website. Dus als je naar die website toe gaat, zie je direct per niveau kun je aanklikken. Dus wat je niveau is VMBO, HAVO of VWO. En dan kun je per vak kun je allerlei informatie vinden ter voorbereiding van je examen. Nee, maar het is een hele fijne site en docenten kunnen het ook goed gebruiken. Want er zit de syllabi, dus waarin staat geschreven wat je moet doen per vak. Dus het is zowel, ik denk vooral voor leerlingen, maar ook echt voor docenten die site op een goede manier kunnen gebruiken. Het is wel echt gewoon een hele fijne, duidelijke website. Hoe ging jij vroeger op de middelbare school met stress om? We hebben het net een beetje over gehad natuurlijk. Examens zijn wel een soort van geplande stress. Ja. Dus je weet dat het komt en daar kan je de rekening mee houden. Met geplande stress, een beetje ontspannen, filmpje kijken, vroeg naar bed. Dus je kan maar beter rustig blijven, dat heb ik wel geleerd. Maar dat vind ik het moeilijkste moment. Oké. Ja, hele goede vraag. Heb jij tips voor leerlingen om juist zonder die stress aan je examens te beginnen? Ja, ik denk ook echt dat een goede voorbereiding gewoon alles doet. En wat leerlingen misschien niet realiseren is dat ze al 6 jaar of 5 jaar of 4 jaar lang hebben voorbereid. Dus het is niet zo dat je vanuit het niks opeens examens doet. Je kent die stof al, je hebt al proefwerk en toetsen gemaakt. Dus ik denk dat je dat rust moet geven. Dat je inderdaad een bepaalde structuur op tijd naar bed, gewoon rustig aan, een beetje sporten, leuke dingen doen. En dat je eigenlijk vooral misschien in de spiegel moet kijken en zeggen, ik kan dit. Het gaat me gewoon lukken, ik blijf rustig en ik ga het gewoon doen. En ik wens vooral iedereen natuurlijk heel veel succes de komende weken met het voorbereiden en daarna ook het echte examen doen. Ja. En ik hoop dat ze vooral denken, zoals jij net zei, ik kan dit. Precies. Als wij dat nou uitstralen. Als wij dat ons best voor doen. Precies, dan moet dat wel goed komen.